Moslims over de hele wereld vieren vandaag het Eid al-Adha-feest. In dit feest komt de offervaardigheid tot uiting. Deze offervaardigheid heeft niet alleen te maken met het slachten van dieren en het uitdelen van vlees, maar ook met de mens die zich opoffert voor Gods werk. Hierbij wordt dan vooral gedacht aan het ondersteunen van armen. Het feest start met gebeden in gemeenschapsverband. Honderden moslims in Suriname hebben daarom vanochtend samen gebeden op het terrein van de Kamer van Koophandel. Minister Suwarto Mustaja drukte de aanwezigen op het hart vooral de minder bedeelden te voeden. De islam laat niet toe dat zijn rijke volgelingen tijdens dit feest hun arme broers vergeten. Liefdadigheid is echter niet de gedachte die aan het offeren op Eid of de bedevaart ten grondslag ligt. En daarom kan slechts liefdadigheid niet de plaats van het offer innemen. Dat het offeren niet bestaat uit het vergieten van bloed van het dier of het eten van vlees, wordt door de Heilige Koran duidelijk aangetoond. Hun vlees bereikt Allah niet, hun bloed evenmin, maar voor hem is aannemelijk rechtschapenheid uw zijt. Heilige Koran, hoofdstuk 22, vers 37. Ook in Komowijnen zijn er diverse activiteiten gehouden rondom dit offerfeest. De Ahmadiyya Isaat Islam Meerzorg begon de ochtend ook met gebeden. Daarna zijn er stieren geslacht. Het vlees is verdeeld onder de aanwezigen. Haji Mohammed Isaak Rosen vertelt dat alle gelovigen in de wereld een offer dienen te plegen. De viering van Eid al-Adha is volgens hem een gelegenheid om dit offer te doen. Slechts jouw intentie komt tot Allah. En dat wil Allah subhanahu wa ta'ala hebben. Dat wij oprecht en eerlijk met ons eerlijk geweten dienen te offeren. En dat vandaar dat wij per gezin, is het ook dan duidelijk aangegeven in de Heilige Koran per gezinshoofd, dat er een offer dient gepleegd te worden, jaarlijks. En dat doen wij vandaag ook hier in deze moskee. Hoe is deze dag begonnen? Nou, het gebed, het gaat eigenlijk, de Eid al-Adha en Eid al-Fitr, beide feesten gaat gepaard met een gebed. En dat is het allereerst. Wij moeten eerst de Almachtige danken en loven. Vandaar dat het ook gepaard gaat met twee rakaats namaas. Dat wij ook elke keer dan ook verrichten. Tot zover Haji Mohammed Isaak Rosan over de viering van het offerfeest Eid al-Adha in Komowijnen.